Dat is ook iets. Ik heb de laatste tijd heb ik presentaties gehouden op congressen. Oké. Dus ik heb... Je bent in Cambridge geweest, toch? Vorige week in Cambridge. Voor een, op UX Cambridge. Een congres voor user experience experts. Dat was erg leuk. Dat klinkt spannend. Ja, dat was een klein congresje. Dat was echt heel erg leuk. Grappig om eens tussen allemaal UX'ers te zitten. En waren dat internationale UX'ers of was dat heel erg local? Vooral Engels. Ah, okay. Ook wel uit de buurt van Cambridge. Hmm. Vooral, nou ja, goed, dat is nogal in het midden van Engeland. Dus dat was, het was erg leuk eigenlijk. Het was echt leuk om daar te zijn. Mijn verhaal werd daar heel goed ontvangen. Nice. Heel positief. Ik kreeg een feedback voor me. Het was echt... Ja, ik zag ze inderdaad langskomen. Het was echt heel positief. Het was ook het is een aardig verhaal over nieuwe uitgangspunten in webdesign. Dus de oude uitgangspunten die we hebben, bijvoorbeeld... Interactie maken we altijd met het idee dat iedereen een muis heeft. Ja. Dus heel veel dingen worden getoond als je er met je muis overheen gaat. Zoals menus en dat soort dingen. Maar ook hele belangrijke content wordt vaak gewoon achter mouse over wordt dat verborgen. Ja. Want er is eigenlijk geen... Sorry dat ik je onderbreek. Maar er is eigenlijk... Voor de muis is het een manier om even te ontdekken waar alle interactie op een pagina staat. Ja. Maar dat soort visuele hints... Die bestaan eigenlijk niet voor. Met een muis heb je dus minder visuele hints nodig, is het idee. Omdat mensen wel met hun muis eroverheen gaan. Ja, precies. Ja. Dan zie je dat de kleur verandert of wat ook. Met touch heb je visuele hints nodig. Ja. Dus dan moet je dingen duidelijker vormgeven. En ook minder verbergen, omdat die visuele hints nu eenmaal niet altijd duidelijk zijn. Dus je moet daar heel goed over nadenken, over hoe je... Je moet er veel beter over nadenken. Dus dat was ook een van mijn verhalen. Van begin nou met touch. Ja. Zorg ervoor dat je... Dat lekker werkt. Ja, en als het op touch perfect werkt... dan werkt het waarschijnlijk ook wel goed met de muis. Ja, precies. Ja. En dan hoef je misschien alleen nog maar kleine dingetjes te optimaliseren voor de muis. Als je dat wil. En dan kan je het enhancen. Ja. Voor de. Dus een beetje het achterwaarts denken eigenlijk, zouden we nu zeggen. Ja. Van, je maakt het eigenlijk voor de desktop en dan zo, we gaan het nu mobile maken, maar je werkt de andere kant op. Dus dat is eigenlijk... Omdat het makkelijker is, of? Het is makkelijker en het is logischer. Het is makkelijker in die zin van als je bij touch begint, dat is misschien wel moeilijker om de interactie te maken, maar als je dat eenmaal hebt, dan werkt het overal. Oh ja. Als je met een muis begint en je hebt iets gemaakt wat op de muis werkt, dan is het ineens heel moeilijk om dat te laten werken op touch. Ja, precies. Ja. Vanwege dus, die visuele hints en dus de dikke dat vingers. Dat is een beetje, als je andersom werkt. Ja. Dus dit is een logischer beginpunt, is touch. Ja. Omdat je dan, kan je een laagje toevoegen en dat is dan muis. Ja. En als je begint met muis, dan moet je laagjes eraf halen en dat is veel moeilijker. Ja, precies. Ja. Dus dat is, dan werk je andersom. Hmm. Dus dat is een logisch uitgangspunt. Er zijn een aantal meer. Ik hou dit verhaal maandag nog een keer. Dat was afgelopen maandag als jullie hier naar kijken. Oh, je is op Inspire, toch? Inspire Conference in Leiden. Dat is een... Ik kan er helaas niet bij zijn. Meer een designcongres. Dus dat is ook wel leuk. Ik heb hem afgelopen maandag gehouden in Amsterdam op Kings of Code. Daar ging je iets minder goed. Oh. Dat kwam... Omdat ik hem... Het ging zo lekker in Cambridge. En toen dacht ik, oh, dat doe ik wel even. Even in Nederlands. Ja, echt zo suf. Nee, het was ook in het Engels. Maar okay. Het is zo, gewoon overmoed. Gewoon niet goed genoeg voorbereid. Ik had hem veranderd. Ik had hem aangepast voor... Het was voor nerds. Dus ik had code toegevoegd. En een stukje live coding. Maar ik had het gewoon niet goed genoeg geoefend. Niet. Ja, ja, terwijl die voor Cambridge, die had ik echt gewoon... Die zat heel die goed zat heel in goed mijn in. Hoofd. Ja, precies, dus die, ja, zonde. Ja, nou ja, goed, dat gebeurt, dat soort dingen. Ja, en ik had me voorgenomen... Maar ze begrepen wel de gist of van ja, het ja, goede bijvoorbeeld, idee? Ik kreeg als feedback van het inhoudelijk een heel erg goed verhaal. Maar je hebt het gewoon niet goed gebracht. En een andere feedback was van... Ik wou dat je stil bleef staan. Ik liep heen en weer. Het was aan het ijsberen. Ja,
Ja, maar dat is een stijl. Ik bedoel, zat sprekers die inderdaad ook ijsberen. Ik wil wel, maar dan moet je... Ik hoop dat die video voor maandag online is, dat ik er nog naar kan kijken. Oh ja. Ik zal gruwelen van mezelf, maar dan... Ik vind het altijd heel erg om naar mezelf te kijken. Ja, dat heb ik ook wel. Maar dan... En toch maken we deze video. Ja, maar ik kijk dus zelf niet, hè? Nee, maar ik moet kijken. Ik kan dit helaas niet blind editen. Nee. Dus...